Yo Ruben, alles wat? Ooit als jullie ook mee willen doen aan de giveaway van de Mogul Master. Like dan even de video en deel. No! No! Was pech. 40 punten weg. Man, ID.
fuck off. Dank je moeder.
ook al uitgenodigd om het hun hier zelf te komen vertellen, maar voor jullie ga ik het toch nog even geheim houden. Het heeft wel iets te maken met deze ruimte. Gezien? Nee? Bah, spijtig. Oh, ik denk dat de eerste vlog daar al is. Peace out. Oké, mensen, misschien hebben jullie het al wel gezien, maar ik heb een repetitie kunnen laten bouwen. En ik ontvang bedankingen in Kiss en in Natura, hè. Tristan, het is echt heel tof. You know how we're always coming up with gadgets to outsmart the storm? Well, that started an arms race. You know those rumors we've been hearing about an even more dangerous part of the storm? A corrosive storm that closes in on you, eventually swallowing you alive? Remember how I said that would never, ever, ever happen here? It's happening here. Landing site spotted. Nice find. Monsters coming! We need to retrieve the data as usual, but this time we need to watch the storm. Exposure to the storm will hurt you. A lot. You'll take damage when you're in the storm, so keep an eye on your health. We need to retrieve the data before we're overwhelmed by the storm, so you'll want to move quickly. We only have 20 minutes. Keep an eye on the storm's movement on your map. Any attacks from the storm's creatures could corrupt the data. You'll want to build defenses around the balloon's landing site. We've got a bonus in play.
trouwens ook binnenkort. Dat is de allereerste keer dat iemand van mijn familie gaat trouwen. Heb jij ook al trouwplannen? Oh ja, ik wel. Ik zal toch wel een heel knappe bruid zijn. Dus ja. Maar, hey, kun je erin of wat? Yo. Yo. Ik kan twijfelen voor iets. Welk? Dat kan twijfelen ben voor iets. Ah, wat? Want de volgende Battle Pass, dat zal zo wat Star Wars dingen zijn. Maar de meeste rumors gaan erover dat morgen... Ik weet niet of dat je die rapper kent, Travis Scott. Ja. Die komt misschien morgen terug en ik heb juist niet genoeg V-Bucks, maar... Ik weet niet of dat ik hem zou kopen of de Battle Pass. Ik denk dat als je de Battle Pass koopt en dan in die map speelt, dat je dan wel V-Bucks kunt winnen. Ja, dat is het wel, maar dan moet ik weer al zo drie maanden tot twee maanden wachten en ik heb daar geen zin in. Al ja, om de week krijg ik zoveel V-Bucks van Save the World, dus ik kan dat daar ook mee doen. Ah, wel. Wat gaan we doen? Squat is... Wacht, ah ja, kom op joinen, wacht. Ja, maar gaan we niet geen squat? Nee, geen creatieve, ik kan eruit gaan. Ik ga er dan ook uit. Ik snap het al, je moet dat even terug naar creative zetten en dan naar squad. Ah, wacht hè. Ah ja, ik ben nog live aan het...